Welkom mensen bij Premium Pixel Party. Mijn naam is Niels. Dankjewel voor het applaus. Had niet gehoord. Dank u. Bierman, u ook hier. Oké, dus ik ben hier met Ace Combat 5. Want Pelle heeft mij die gesfeerd. Want het is natuurlijk wel de Surfs. Surfs serie. Dus ik heb dit spel nooit gespeeld. Oh nee, dat gaan we niet doen. English of Japanese? Nou, als het de keuze is, dan moet ik natuurlijk wel Japanese gaan. 15 jaar geleden was er een oorlog. Storyline. In Middle-earth, blijkbaar. Het klinkt altijd gelijk een stuk serieuzer met Japans. Pelka. Dit is geen echte plek. Dat is een leugens. Red Alert! Dat is een ander spel wat ik eigenlijk ook wel zou eens willen spelen. Nou, maar die heb ik al lang gespeeld, dus die kan Pelle mij niet meer serveren. We doen Shorebirds. 1101 uur. Shogun. Oh shit. Het is de oorlog van rood tegen blauw. Recon planes. Oké. Penetreren. Oké. Ik ben nou al vrolijk. Radar shows the aircraft is currently losing altitude and is attempting to egress feet? Okay. Dus er is een vliegtuig wat aan het vallen is en die moeten wij redden? I guess. Heartbreak 1 of Wardog. Cape Landers. 24 september 2010? Wat? Hoe kan het nou weer een dezelfde tijd zijn als ons, terwijl het een andere tel weer Middle-earth zijn? Nou, Middle-earth was natuurlijk al lang geleden, dus dat zou het zijn. Ik vlieg, I guess? Ja? Oké. Oh shit, can you hear me? No. Jongen, laat me lekker bitchen als ik wil. Oké, ik had hem niet op je pants moeten zetten. Nou let ik veel te veel op de tekst boven. Wat is dit voor een gesprek? Is dat de aircraft? Oh shit. Oh, ik kan meerdere cameramodus doen. Ik moet zeggen, voor PS2 ziet er niet slecht uit. Oh nee. Een raket. Warning. Wat is er? Ja, we mogen schieten. Wat is een warning? Ben ik te baas? Mich. Schiet de raketten. Fire the missiles. Oh shit, ik werd geraakt. Hoppa. Dood aan alle communisten. Behalve als Poetin binnenkomt vallen, dan hou ik van communisten. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oh shit, er zijn er nog meer. Gaat mijn munitie ook op, of dat niet? Hier! Yeah! Wow, oké, dat was best wel baas. Nee, mijn kill. Oh fuck. Yeah. Waarom is er elke keer warning? Wat is er aan de hand?
Ik volg die grote pijl al boven me. Ja. Hem moet ik hebben dus. Jee, Japanse schreeuw voor de win. Go. Go, raket. Doe je ding. Yes, nog een keer. Yeah! Oh. Oké, okay, blijkbaar kan ik gewoon onder water vliegen. Tegen! Waifu! Oh shit, kijk die sikke tricks in de achtergrond. Die witte lijn ben ik zeker. Gelijk weer een barrel roll. Captain Jack? Oh, het is natuurlijk een 90s game, of niet? Is dit een 90s game? Ik heb geen idee. Hier, check die shit. Vol gas. Ik ben echt trots op mezelf. Met een officiële vliegtuigpiloot. Oh, gotta love you. Oh, dat is echt gewoon net een anime. Of een animu. Dit is Cowboy Bebop, maar dan niet in de toekomst. En zonder Spike. En zonder... Kut, ik ben alle namen kwijt. Oké, dit ziet er best wel cool uit. Moet ik je toegeven, bellen? My ship is flying. Dus we gaan wel rechtdoor vliegen. Recht op zijn bakkes. Bam. Recht op zijn bakkes. Bam. Op zijn bakkes. Hier. Op je muil. Oh shit, die was niet gelokt. Die wel. We zitten op zich best wel hoog nou. Ja, we zitten boven de wolken dus. Nog een target. Nou, ik bedoel gewoon homing missiles en bam, dood. Doei! Wie is de volgende? Bam. En bam. En bam. En dood. Hey. Ja, fucking killsteal, kut Edge. Fuck jou. Ik ben net pellen in League. En nou? Oh, we hebben het gehaald? Oh nee! Raket. Doe je flares. Chef, great. Oh nee! Doe je eject. Oh, je kan gewoon vliegen. Oké. Dan moet het zonder kapitein doen. Ben ik zeker de kapitein nou? Oh! Hij heeft ge-eject. Nee. Oh, nee. Oorlog. Gelijk door naar de volgende oorlog. Rank A, hier. Eet het, bitches. Zo gebruik je geen telefoon. De toetsen zitten er langs. Oh shit, het is Raiden. Oh nee. Het is Pearl Harbor all over again. Alleen met Yoktai? Of wat was het? Dat is het enige ding wat ik een beetje raar vind. Het is echte wereld, maar nepheid.
Het zijn Amerikanen tegen waarschijnlijk Japanners of Russen of zo. Oh shit! Torpedo's. Avalanche surprise attack on the port. Oké, okay. The situation there is critical with widespread panic. Ships. Oké. Ja, ik moet dus alles gewoon kapot maken. Oké, goed. Dat ken ik wel. Yes. Ik zeg gewoon yes op alles. Het zal wel goed zijn. Dan stel je iedereen tenminste tevreden. Hoppa, rekt. En dood. Oh shit, chopper. Let op, man. Oh shit, nog één. Ja, die raakte niet. Hard turn. Nou. Rockets for days, boys. Rockets for days. Hop, dood. Hou je mond, Jon Snow. Je bent dood, weet je dat niet? Oh wacht, het is 2010, dan leeft hij nog. Ik ben wel Ace Combat, ja? Hier, hop, alleen maar met het machinegeweer. Omdat ik een baas ben. Hier! En dood. Hier, missiles. Niemand kan me raken. Hey. Dykes. GG, well played. Reports. Wat is dat? Ga je nou je eigen schuld aan praten omdat vliegtuigen die jij hebt neergeschoten, dat die mensen het hebben doodgemaakt? Flikker op, man. Een Nimrod, oh nee. Mijn ergste vijand. En... Oh, wat? Yes. Oh shit, dat is echt een grote bommer. Oeh! Oh. Huh? Oké. Okay. Hier! Neergestort, dankzij mij. Fuck jou. Oh shit. Misschien was het gewoon een bug net. Nope, daar gaat ook wel alles eromheen. Ja, je raakt hem niks. En ik vlieg ook eromheen. Oké, fuck hem dan maar. Ik snap het niet. Pellen? Jij weet het beste. Jij kan mij straks, als ik het online heb gegooid, dan kan je mij zeggen of ik het goed doe of verkeerd. Want ik snap hier dus helemaal niks van. Hier, mission accomplished. Oké, ik heb het gedaan. GG. Oké, ja. Pelle, antwoord mij. Ik wil het weten. Was het mijn schuld? Nee. Dank je Pelle voor het serveren van Ace Combat 5 Balkan China. Ik geef deze game, geef ik 3 kastanjes uit de mogelijke 6 bedreigde diersoorten. Ik bedank iedereen voor het kijken. Hopelijk kijken jullie de volgende keer ook als ik een nieuwe game serveer aan Pelle. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oh. Holy fuck. Oké, ik weet niet wat jij...
je vrijheid hoeft heel zwaar.